Weet je wat het is met Nederland? Het is te klein. Het is te druk. Het is te lelijk. En ze maken het je tegen. Er is in Nederland een heel klein clubje hoge mensen. Die scheppen er behagen in om voor elke scheet die jij laat 10 formulieren te bedenken. Zo van, hoe laat niet u de scheet? En wat was het precies voor scheet? En heb u al eens eerder zo'n scheet gelaten? En was u van plan het lopende kalenderjaar nog meerdere van deze scheeten te laten? Je wordt er scheidziek van. Nederland is een heel benauwend land. Ik sta hier met 1000 man op de roltrap, ik wil er gelijk vanaf. Ik zeg maar, mijn auto in de tunnel, ik weet niet hoe snel ik er weer uit moet komen. Overal mensen. Ik had het als kind al. Ik heb mijn hele jeugd met 4 broertjes op 1 kamer moeten slapen. Nooit een plekje voor jezelf. Dan loop je geestelijk gewoon blauw aan, hoor. Toen zeg ik, was zover, 12 jaar terug, was ik er rijp voor om eruit te stappen. Ik wist niet meer hoe het moest. Ik liep met mezelf onder mijn arm over straat. Totaal wanhopig. Ik ga nog 1 keer een bioscoop binnen. Ik denk, ik pik nog 1 filmpje voor ik aan het gas ga. En toen heb ik daar al in de bioscoop een ervaring gekend. Dat durf ik gerust te zeggen, waardoor ik hierna nog zit. Ik kreeg daar al in die bioscoop een voorfilmpje te zien van de Camel Trophy. Weet je of je dat kent, de Camel Trophy? Dat is uniek. De Camel Trophy, daar ga je met allemaal grote jeeps. Ga je zo ver mogelijk weg van Nederland. Dat sprak mij gelijk al enorm aan. Ga je in zo groot mogelijke landen zo hard mogelijk heen en weer rijden. Ik zag dat gebeuren op het Witte Doek. Ik denk, dit is geen toeval. De Heer Jezus geeft mij nog 1 kans. Ik schrijf me in. Gelijk het jaar erop mocht ik meedoen. De Heer zijn geloof te geprezen, zeg. Moesten we naar de Soedan. Ik weet niet of je dat kent, de Soedan. Dat is uniek. De Soedan, dat is 35 keer zo groot als Nederland. Daar gaat Nederland 20, 30 keer in. Daar heb je waarschijnlijk nog ruimte over ook. Zo groot is dat. Flikken ze ons daar nou, zeg. In die Soedan moesten we met de hele trofee, moesten we over 1 bepaald weggetje. En aan dat weggetje lag een dorpje. En dat hadden ze gewoon laten staan. Terwijl ze wisten dat wij daar doorheen zouden komen. En dat niet alleen, maar de bewoners van het dorpje met hun nieuwsgierige neuzen daarbovenop. In de berm, met de thermoskan met koffie en thee en de kinderen en de schapen en de geiten. Alles boven erop, hoor. De grote fanfare bij de ingang van het dorp. De burgemeester erbij met een onverstaanbare toespraak en een spandoek. Welkom to the Camel Trophy. En alles even gammel en stoffig en slecht georganiseerd. En er kwamen wij met 180, 190 doorheen gedaverd, hè. Nou, er stond geen steen meer op de andere. 1 grote smokende ruïne, hè. En achteraf gaan ze klagen. Dan is het weer van, oh, 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 mijn hut, en oh, alles kapot. Ik kan er zo jammer, hè, die Arabieren. Oh, oh, oh. En hoe moet het nou? En mijn geit is dood, en wat eten we nou vanavond? Ik zeg, moet je nou goed luisteren? Wij zouden hier doorheen komen. Daar is duidelijk over gebeld. Ja, maar het is niet doorgegeven. Ik zeg niet doorgegeven, je kan gewoon geen afspraken maken met jullie. Dat is een heel ander chapieter. Dan moet je achteraf ook niet zanen als ik een stukje van die fanfare van jullie meeneem. Ja, het was van het dorp tot de finish was het nog 70 kilometer. En ik voelde gelijk dat ik stroeven reed. Er liep heel duidelijk iets aan. En ik hoorde een soort hoge penetrante giltoon die ik niet thuis kon brengen. Ik duik gelijk bij de finish, duik ik onder mijn wagen. Was de tamboermetre met zijn koperen knop achter mijn spatborden blijven haken, zeg. Meneer de muzikant was 70 kilometer gratis meegelift. Lekker op zijn rug door het zand, voor niks. Ik zeg, hallo grote sultan, hadden wij hier afspraken over gemaakt? Hoe zit dat? Ik zeg, we dachten van een kleine tegemoetkomen en een brandstofkosten. Maar geen boel of ban natuurlijk, hè. Die lag daar ongegeneerd na te roken tussen mijn wielen, hè. 1 grote zwart geblakerde vleesbende daar, ja. Nou ja, helemaal geen leuk gezicht ook, hoor, zo'n mixed grill. Je moet nog uitkijken ook dat je er geen nachtmerries van krijgt. Want dan slaap je niet, s'nachts. Terwijl je moet de volgende ochtend wel weer fit zijn voor de Camel Trophy natuurlijk. Maar een hoop hinder ondervonden, hoor, daar in die woestijn. Je had er ook nomaden. Ik weet niet of je die kent, nomaden. Dat zijn unieke mensen, nomaden. Die wonen in tenten, hè. Maar die hadden nog nooit van hun leven zoiets gezien. Die zagen een zo 25 van die horizontale flatgebouwen op wielen zo. Met 190 per uur door het stelletje Socotera-tenten van zijn daveren, hè. En achteraf ook weer van dit en dat. En mijn tent is plat en mijn os aan repen. En ik kan mijn zoontje nergens meer vinden. Ah. Ik zeg, wees nou toch eens 1 keertje reëel. Ik zeg, ah, jullie wonen hier in de woestijn. Jullie zien ons hier op 80 kilometer afstand in de verte al aankomen stuiven.
Is het dan zoveel moeite om dat hele circus Sarasani 2 kilometer verderop neer te zetten? Ik zeg bovendien, jullie zijn nomaden. Jullie worden geacht het hele jaar om te trekken, maar net als wij eraan komen, verzet je geen poot. En elk jaar hetzelfde gezeik, hoor. Een jaar later stond ik op Papua Nieuw-Guinea weer een kwartier in de berm om de een of andere opgewonden peniskoker van mijn spoilers te krabben. Het zijn allemaal tijdritten. Je zakt zo 4 plaatsen in het klassement. Op die basis wens ik gewoon geen topsport te bedrijven. Dus ik heb gezegd, zoek het maar uit met je trofee. Ik heb mijn jeep in de willigen gehangen. Ik zeg, ik ga mijn eigen parcoursjes wel uitzetten. Dat heb ik toen gedaan, zeg. Heb ik een grote landkaart opgehangen in mijn woning. Een grote kaart van de hele wereld. Daar heb ik een blinddoek voor gedaan. Heb ik een grote pijl gegooid. Daarna heb ik de kat begraven. Heb ik nog een pijl gegooid. Ik doe mijn blinddoek af. Ik kijk, moet ik naar het Great Barrier Reef. Ik weet niet of je dat kent, het Great Barrier Reef. Dat is een uniek reef. Dat is het grootste koraalrif van de hele wereld, zeg. Aan de oostkust van Australië. Dat is van noord naar zuid 2000 kilometer koraalrif. Het unieke van koraal, dat ligt vlak onder het wateroppervlak. En dat is waanzinnig bros. Dus dan ben ik met een omgebouwd landingsvaartuig, met dubbele schroeven, ben ik dat hele rief van noord naar zuid, in de lengte, zigzag, zo langzaam mogelijk afgeploegd. Ik heb die hele koraalakker in nog geen 3 maanden tijd totaal winterklaar gemaakt. Schitterend gezicht was dat, zeg. Het koraal dat spatte zo links en rechts van mijn boot omhoog. En koraal is op zijn allermooist in de lucht, hoor, als de zon er doorheen schijnt. En mooie vissen ook, hoor. Tropische vissen. De meest unieke kleuren. Die vissen die spatten ook zo links en rechts van mijn boot de lucht in. Dan maken ze leuke capriolen in de lucht. Dan zie je eigenlijk pas hoe beperkt ze in het water zijn, hè, die vissen. Maar achteraf weer een hoop kritiek gehad van de Australische regering. En of ik dan nooit meer terug wou komen, dit en dat. Ik zeg, nou zou ik jullie hebben ook. Dan ga ik naar een gebied waar echt helemaal niks of niemand is. Antarctica. Ik weet niet of je kent, Antarctica. Uniek. Daar heb je alleen maar sneeuw, ijs, 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 sneeuw en nog eens ijs. Anders niks. Ja, pinguïns. Er staan er 60 miljoen pinguïns. Die staan er in de rondte te kijken alsof de Zuidpool van hun is. Nou, daar zou ik de papieren dan nog wel eens van willen zien. Bovendien, wat heb je eraan, pinguïns? Ze kennen niks echt goed, pinguïns. Ze kennen een beetje waggelen. Een beetje dobberen en een beetje fladderen, maar ze maken geen keuze. Ze staan er toch hoofdzakelijk in de weg daar op Antarctica, die pinguïns. Maar dan mag ik dus niet met de sneeuwscooter kriskras 3 weken door Antarctica, omdat de dames en heren pinguïns anders van de leg raken. Ik heb je zo laten zien, grote brief gekregen van de Verenigde Naties. Dit en dat, geen sprake van. Mag niemand in, milieuverdrag overgesloten. Niet op de eieren staan, niet met de deuren slaan. Ja, zuster, nee, zuster. Was getekend, kopje koffie zelf. En dan hoeft het voor mij gewoon niet meer. Dan is de aardigheid er gewoon af. Ik vraag niet veel. 1 keer per jaar wil ik opgaan in de kosmische harmonie en 1 worden met de natuur. Liefst met zo hoog mogelijke snelheid. Meer vraag ik niet. En dat schijnt gewoon niet meer te kunnen. Dus nu ben ik in armoede, ben ik maar lid geworden van Greenpeace. Ik weet niet of je kent Greenpeace. Het is een unieke club. Greenpeace is eigenlijk zo'n beetje de laatste club waar je nog ongehinderd en gesubsidieerd in grote rubberboten over de wereldzee kan stuiteren. En dat kost een paar centen, hoor, het lidmaatschap van Greenpeace. Maar dan heb je ook wel wat, hoor. Komend voorjaar, kan ik me nou alweer op verheugen, hebben we afgesproken met een stel Nooren en een stel Japanners bij Nova Zembla voor een unieke potvisrally. Die potvissen die schijten zo in hun broek, die liggen nog voor Pasen op Ameland.